Hallo, Refli hier en superleuk dat je weer naar een video van mij kijkt. Terwijl ik ondertussen aangevallen word door Loki, die mijn stoel ook als klappaal gebruikt. Maar ja, hè? Dat is nu eenmaal al gebeurd. Loki, hey, lekker videootje zo, ja toch? Loki, de aapje, kijk daar gaat hij. Op weg naar wat hij nog meer kan slopen. Maar goed, ik wou dus zeggen, leuk dat je weer naar een videootje van me kijkt. Dit keer gaan we samen een art journal maken. En welke? Deze. En dit lijkt waterverf, maar dat is het niet. Kijk het videootje om te zien wat ik gebruikt heb. Nee, is een grapje natuurlijk. Dat zijn, hoe heet die dingen? Neocolors. Neocolors 2 heb ik gebruikt. En als je die met water gebruikt, dan lijkt het dus net waterverf. Dus deze pagina gaan we maken. En als jij hier voor het eerst bent, superleuk dat je me gevonden hebt. Ik hou van art journaling, daily journaling, mixed media, waterverf, illustreren, de hele mikmak. En kijk vooral mijn andere video's ook hier op YouTube. Of ga lekker naar mijn website thecreativeplayground.nl of naar refli.nl, dat is mijn shop. Kom je meer van mij tegen, meer over mij te weten. Ik heb allerlei leuke online cursussen ook. Dus als je denkt, hey, dit smaakt naar meer, wees welkom. Maar voor nu in ieder geval een leuke art journal video. En kijk, gelukkig gaat Loki even uitrusten. En Jack die ligt boven. Die is echt gewoon letterlijk gevlucht. Jack en Loki gaan nog niet zo heel goed samen. Dat komt omdat Loki gewoon een jonge stier is. En Jack, toch een beetje een oude man. En Loki zit me heel verbaasd aan te kijken nu. Anyway, maar goed. Dat was het mini introotje van deze video. Ik hoop dat je hem leuk vindt. Tag me vooral als je hem maakt en je deelt me ergens online. Vind ik super leuk om te zien. Dan kom ik zeker even wat liefde achterlaten. En je kan me heel erg helpen als je dat nog niet gedaan hebt. Door je te abonneren op mijn kanaal. Uiteraard geef je een duimpje aan deze video. En dan natuurlijk wel een duimpje omhoog natuurlijk. Hè? Ja, vanzelf. En sowieso, laat wat achter in de comments. Vind ik ook superleuk. En ik probeer overal op te reageren. En tot nu toe lukt mij dat volgens mij altijd. Want zoveel comments heb ik nu helemaal niet. Dus gaan we de uitdaging aan. Ik krijg helemaal een lamme arm. Dit was geen slimme actie om zo te filmen met mijn telefoon in mijn hand. Maar ik dacht even snel een introotje opnemen. Oké, lang verhaal kort. Hier komt de art journal video. Veel plezier. Doeg! Hey, hallo en we gaan lekker beginnen. Ik heb een aantal kleurtjes Neocolor 2 uitgezocht. Een stencil. Mijn eigen art journal, uiteraard vanzelfsprekend. En we gaan beginnen met dit hele fijne papier. En het is van Tim Holtz volgens mij. Ik zal in de beschrijving wel een materiaallijstje achterlaten. Dat doe ik op mijn blog. Dus er komt een linkje naar mijn blog. En daar kan je die gegevens vinden. Ik scheur daar een stukje van uit. Het is eigenlijk van dat een soort vloeiachtige papier, zeg maar, dat hele dunne. En dat ga ik vastplakken met gel medium. Dat wordt mijn ondergrond. En ik heb gel medium van Liquitex. Dat vind ik het fijnste merk. Heb je iets anders in huis, zoals Mod Podge of een ander merk gel medium, helemaal prima. Eén waarschuwing, gebruik voor je gel medium altijd een oude kwast. Want het blijft hoe dan ook, hoe goed je hem ook uitspoelt, er blijft altijd lijmresten achter in de haartjes van je kwast. En als je daarna bijvoorbeeld met waterverf wil gaan werken, dan heeft dat altijd effect. Nou, ik probeer eerst mijn hele pagina te besmeren met gel medium. Dat is niet slim, want het droogt als een malle. Dus je kan beter eerst een stukje doen en dan gelijk het opplakken. Gel medium werkt zo. Je plakt eerst het gel medium op je art journal, dan plak je je dingetje eroverheen en dan ga je er overheen zo meteen. Dus ik plak nu de onderkant nog even vast van dit stukje en daarna ga ik met mijn gel medium over de bovenkant van dit velletje. Zie je dat? Nou, eerst eventjes glad wrijven. Kijk, en daarmee zorg je ervoor dat er een heel mooi laagje overheen komt, wat uiteindelijk niet uitmaakt, want ik ga er toch nog weer met gesso overheen, maar dat maakt niet uit. Maar daarmee seal je zeg maar hetgene wat je nu op het art journal aan het maken bent. Nou, als je real life meedoet, tussendoor heb ik dit dus even gefeund, droog gemaakt met mijn heat gun.
Tuurlijk kan je ook wel gewoon een föhn gebruiken. Alleen als je dan losliggende dingen hebt, dan blaas je dat wel weg. En een heatgun die blaast niet, die geeft alleen warmte. Nu dacht ik heel bij de hand, oh, zo'n stukje steekt over, dat scheur ik wel even af. Nou, zoals je ziet zijn mijn scheurkwaliteiten niet de beste. Dus weet je, Ref, pak gewoon lekker een schaar. Hou maar. Ja, precies. Pak gewoon een schaar en knip het randje wat oversteekt, knip dat gewoon even af. Hoppakee, kind kan de was doen. Ja, toch? Nou, de achtergrond is al klaar voor je Arjunal. En wat je kan doen, zijn natuurlijk ook verschillende stukjes ander papier, hè, wat je erop kan doen als een soort collage. Nou, dit is witte gesso en dat smeer ik eroverheen, omdat het sowieso een beetje een soort mooi ondergrondlaagje geeft, waardoor je makkelijk met je crayons er zo meteen op kan werken. Kijk, er komt een hele sliert uit, gadverdamme. Maar die witte gesso zorgt er ook voor dat ik mijn ondergrond een beetje bedek. Kijk, nu vind ik het wat te wit. Het is wat te opaque in één keer. Dus ik schraap het er een beetje vanaf. Maar het gaat mij erom dat je nog wel het er doorheen ziet. Maar niet zo duidelijk als voordat de gesso erop ging. Snap je wat ik bedoel? Oké. Dus ik pak nu gewoon een beetje gesso uit de dop. Want ik vind dat een soort van zonde. Er zit daar een hele klont gesso. Hoef ik het nog niet uit de pot te pakken. Haal ik het gewoon uit de dop. En je ziet dat er nog een beetje roze in mijn kwastje zat. Want hij heeft nu een beetje een roze achtergrond. Zie je dat? Helemaal prima natuurlijk. En ook dit laat je eerst weer heel goed drogen voordat je verder gaat. Nou, dan komt er nu een monnikenwerkje aan. Ik hou van monnikenwerkjes. Dit is een stencil van Art by Marlene. Heel mooi stencil. En ik wil dus die roos gaan gebruiken om in te kleuren. En ik ga simpelweg met mijn potlood al deze gaatjes langs om het over te trekken, zeg maar. Dus in plaats van dat je spray inkt of andere middelen gaat gebruiken om door je stencil heen te werken, gebruik je je potlood. Je kan natuurlijk elk stencil gebruiken wat jij mooi vindt. Moet je maar even kijken wat je misschien hebt liggen. Maar ik heb dus deze gekozen. Dus ik zet er nu even gezellig een muziekje onder. Ik zal hem denk ik ook wat versnellen. Maar we maken even deze potloodlijntjes af. Japan. En wat je nu gaat doen is eigenlijk je eigen kleurplaat inkleuren. Niets is meer rustgevender dan kleuren inkleuren. En voor mij is dat ook een groot deel van het art journaling. Het gevoel van dat je plaatjes aan het inkleuren bent. Zalig. En dit keer heb ik gekozen om niet met waterverf te werken, maar met neocolors. Want als je die activeert met een kwastje, zoals je hier ziet, hoe ik dat doe, krijg je ook een beetje een waterverf effect. En zolang het natuurlijk nat is, kan je ook nog steeds het een beetje mengen op je werk. Kijk maar, ik voeg nu een beetje oranje toe bij het geel. En je ziet dat het een beetje met elkaar mengt. Helemaal leuk. Dus ik zou zeggen, kijk vooral hoe ik dit doe. Zet ik er een muziekje onder. Ik ga dit niet versnellen, omdat het juist ook heel rustgevend is om naar te kijken. En moet je nagaan, het is al zo rustgevend om naar te kijken. Hoe rustgevend zal het zijn als je dit zelf ook zou doen? Ik zeg, lekker gaan inkleuren. En daarom heb ik dus ook die gesso eronder gedaan. Want die gel medium geeft een beetje een glad laagje. En als je die gesso erover doet, dan wordt het een beetje een ruwig laagje. En dat is veel prettiger om op te werken.
Nou, en als je de laatste dingetjes afgemaakt hebt met je nieuwe colors, dan pak je een aquarelpotlood en dan ga je de lijntjes, die je natuurlijk met gewoon potlood gezet hebt, nog even langs. En je ziet al dat die af en toe wat donkerder zwart pakt en af en toe wat lichter. Dat komt omdat het een aquarelpotlood is. En dat vind ik juist zo fijn, doordat het niet klopt. Niet alle lijntjes zijn gelijk, sommige zijn donkerder, sommige zijn lichter. En hierna ga je ook nog met een kwastje over deze potloodlijntjes heen, zodat je het nog even iets meer vervaagt. Je weet, ik hou van slordig, ik hou van loslaten. Perfectionisme hoeft niet in jouw art journal. Hier mag je doen wat jij wil. En het mag slordig, en het mag niet kloppen, en je mag marsen, en je mag kliederen. Nou, hoe wil je het hebben?
En ik heb de songtekst er even bijgezocht van het liedje wat ik wil uitschrijven. En dat is Ghost Town van Chloe George. En ik vind dat zo'n mooi nummer. En het begint met And nothing hurts anymore, I feel kinda free. Oké, dat ga ik niet herhalen, want ik kan absoluut niet zingen. Sorry mensen. Maar ik vind dat zo'n mooi begin. En ik schrijf dat dus met mijn waterverfpotlood. En daarna ga ik daar nog overheen met een kwastje met water, om dat waterverfpotlood wat meer te activeren. En hier geldt, schrijf is gewoon echt met je eigen hand. Ik bedoel, gebruik je eigen handschrift. Ga het niet uitprinten. Ook al vind je je handschrift niet mooi, over een paar jaar, als je dit terugkijkt, dan denk je, wauw, wat was dat gaaf zeg, dat ik dat al gewoon gedaan heb. Probeer het eens gewoon. Weet je wat het is? Het is je eigen art journal. Er zijn geen regels voor jouw eigen art journal. Alles is mooi en alles is goed. Je maakt dit voor jezelf. Oké, ik maak het ook een beetje voor jullie. Maar in principe is je art journal voor jou om lekker daarin te maken wat jij wil maken. Oké, nou, ga nog even verder. Kom ik zo nog even bij je terug.
En zo ga je dus met een kwastje met alleen maar water over het waterverfpotlood heen. Ik vind het super leuk dat je dit videootje helemaal uitgekeken hebt. Je helpt me er enorm mee als je hem een duimpje omhoog geeft, als je een reactie achterlaat, als je je abonneert. En als je denkt, oh wat gaaf wat Ref allemaal doet. Ik heb ook hele leuke art tooling cursussen. Die staan natuurlijk allemaal op mijn website op refly.nl. En ga eens kijken, misschien zit er wat voor je bij. Garantie is in ieder geval dat je je een stuk relaxter gaat voelen als je gaat art-tunelen. Promise. Echt waar. Nou kijk dan, hoe leuk is die geworden? Ik zeg dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Toedeledokie!